Yo kijkers van Dus David Games, Lars hier. Welkom bij GTA nummer 4. We gaan dit spel spelen voor de PC. Daarom zit ik ook hier helemaal gezellig op mijn kamer. Terwijl er iemand met een zweepje bewerkt wordt. En die gaan we gewoon lekker negeren. Want we hebben belangrijk werk te doen. Op naar Liberty City. Liberty City is een stad die gebaseerd is op New York City. Aan de oostkust van de Verenigde Staten. Een plek waar veel immigranten komen. Ook Nico Bellic dus blijkbaar. Nico Bellic die is net aangekomen vanuit Servië, is wat ik begrepen heb. En het is een behoorlijk crazy place. Het is namelijk written by Dan Houser en Rupert Humphries. Nou, dat weet je het wel, hè. Nooit van die gasten gehoord, maar ja. Ze hebben GTA 4 gemaakt, blijkbaar. Ja, ga maar weg. Daar heeft hij wel gelijk in. De Verenigde Staten, land of opportunity, zo zeggen ze dat dan, hè. Alles is mogelijk als je het maar wil in Amerika. The American Dream. Altijd gezellig, hè, feestjes. Hey, hoe vinden jullie dit trouwens? We hebben een kadertje. Kan je mij zien? Hartstikke gezellig. Leuk, hè? Kijk, oh, hallo. Moet even kijken waar ik moet kijken. Hi. Hallo. Dat is wel apart. Ik voel me wel een beetje bekeken, maar dat is niet zo erg, toch? Dus even wennen, spelen met een camera. Maar ik heb gehoord dat veel van jullie dat graag wilden. Dat we dat gingen doen met de camera spelen. Dus nou ja, vooruit. Laat ik dan de eerste zijn, hè? Of in ieder geval, ik hoop dat ik de eerste ben. Want ik ga dit morgen uploaden. Dus als ik vandaag niemand een andere aflevering opneemt met een camera, dan ben ik de eerste. Ik kan alleen maar blij zijn, toch? That's what makes us human. Could be, Nico. Could be. Grand Theft Auto 4. IV 4 dus. Er wordt een prachtige auto van het schip afgetakeld, zo te zien. Dan kunnen wij hopelijk zo meteen mee gaan scheuren. Tutut aan de kant, we motten er door. Zeggen we dan. Maar ja, voorlopig zal het wel niet zo zijn, want de Amerikaanse droom die is voor lang niet iedereen weggelegd. Veel immigranten eindigden in armoede. In wijken zoals deze. Ziet er niet zo al gezellig uit hier in deze wijk. Maar ja, als het niks is, dan moet je er wat van maken, toch? Dat gaan we in ieder geval proberen. We gaan proberen om van Grand Theft Auto nummer 4 een succes te maken. Platypus. Entschuldigung. Tjus. Die Amerikaanse trap, we hebben Duitsers. Ah, gezellig. Die hebben bokworsten bij zich. Ongetwijfeld. Hele koffers vol. Keith McLemmon. Aardige vent. Ik ken hem niet, maar ongetwijfeld een aardige vent. Dat is natuurlijk mijn cousin. Dat zei je, cousin. I can't believe it. Ik heb het nog in mijn mail gestuurd. Ik zei toch dat ik zou komen, anders had jij hier niet gestaan. Kaboosie. Kaboosie is de school. Nou ja, ze leren wel een keer weer voorbij. With the big girl, Ja, ik denk dat jij beter Servisch spreekt dan ik, Roman. Ik kan het niet in ieder geval. Ik spreek geen Servisch. Ik spreek geen Servisch, hè. Ik kan alleen de accent nadoen, maar voor de rest niet zo heel erg veel. Ah, Crack Arbuthnot. Wat een leuke naam. Moet je niet doen, gast. Niet drinken en rijden. Is niet gezond. Is niet gezond voor de auto, is niet gezond voor de mensen die we tegenkomen onderweg. Ja, dat hebben ze ondertussen ook wel gezien, want we komen net vanaf die boot, gast. We hebben net 6 maanden met die gast op een boot gezeten. Oké. Laat het ze horen, Roman. Laat het ze horen. Kom op, we gaan naar de mansion. To the mansion, goed plan. Ik rij wel, Roman. Dat zei ik. Ik rij wel. Ik heb geen rijbewijs voor dit land, maar het maakt het uit. Gewoon rijden. Oh, ik maak van deze auto een sportwagen, hoor. Komt helemaal goed. Executive producer Sam Houser. Ik zie hem hopelijk nooit meer terug, die gast. Ik ken hem niet, ik wil hem niet kennen ook. Mohawk. Daar is het vast heel gezellig. Mohawk is een plek waar je kan chillen, hè. Mohawk is echt zo'n gezellige plek met veel kroegjes en veel straatventers, maar voor de rest niet zo heel veel boeiends. Dat kunnen we ook groot licht aan doen. Ja! Wat? Terroristen hier? Nee, vast niet. Zullen wij anders even voor terroristen spelen? Wacht even, dat kan ik wel. Ik ga even voor terroristen spelen. Terroristen die slopen de boel, hè? Nou, dat kan ik heel goed toevallig. De boel slopen. Wacht even, moet ik even iets hebben om omvet? Ga toch aan de kant, man! Ik moet er langs!
We moeten even terrorist spelen. Hij heeft het over terroristen. Vind ik wel dat we die dreiging waar moeten maken. Hallo, terroristen, hallo. Zo. Zo. Nou ben ik pas echt een terrorist. To use the handbrake. Oh, sorry, ik wist niet waar de handbrake zat. Zo, parkeer even onze auto op de straat. Zoals het hoort. Ah, het ziet er niet uit, man. Ja, het gaat goed met je droom. Hove Beach, Liberty City. Gezellig, home sweet home. Ah, mooi poster. Oh, nou, je mag het houden, Roman. Ja, veeg je voeten even af, gast. Veeg maar aan het tapijt af, dat ziet er toch niet netjes uit. Ik wou dat ik kon zeggen dat het insgelijks was, maar nee, Roman, nee. Oh. Lekker hoor, huisje hier. Mag ik erbij komen liggen, Roman? Zo. Zo. Waar is sportscar? Nee, ik denk dat hij zijn stofzuiger Stephanie genoemd heeft. Zou zomaar kunnen. Waarom schrijft die gast brieven? We leven in 2012, man. Schrijf e-mails. Nou, sportauto heb ik buiten zien rijden. Vrouwen heb ik ook rond zien lopen. Geld, dat lag waarschijnlijk bij die vent die we net plat gereden hebben. Dus wat wil je nou nog meer? Hartstikke gezellig hier. Ach man, stel je niet aan. Nico. Aap. Ja, het is goed met je. Zeg het hem, Nico, zeg het hem. Oh, hij heeft wel een foto van een mooi meisje daar staan. Is dat zijn chickie? Zou zomaar kunnen dat het zijn chickie is. Oh, misschien is die vrouw aan de muur zijn chickie. Dat zou nog beter zijn. Wat? Ja, ik moest komen voor jou, man. Potverdorie. Jij zei dat ik moest komen. Nou, dan kom ik hier, is het weer niet goed. Oh. Echt, Nico, ik zou hem zo'n harde stoot op zijn neus willen geven. Oh. Oh jee, het levensverhaal van Nico Bellic hoor, dan gaan we het krijgen. Grapje. Zou ik niet meer doen. Heel flauw. Heel flauw. Weet je wat er meer flauw is? Soep zonder zout. Dat is ook heel flauw. Ook weer zo flauw. Ik zal geen slechte grappen meer maken. Tenminste, ik ga mijn best doen om het niet te doen. Dat is moeilijk hoor. Dan wil je niet weten hoe lastig dat af en toe kan zijn. Iroquois, waar ligt dat? Ik kom net met de boot aan, man. Ik weet toch helemaal niet waar alles ligt hier. Ah, gezellig. Oh, mooi. Hij heeft wat, een cadeautje. Oh, leuk, een cadeautje. Het is natuurlijk bijna kerst, hè? Oh, dat is vlot, man. Bye. Dag, Roman. Mazzel. Oh, wat gezellig hier. The flashing house on the radar shows the entrance to this apartment. You can save the game here. Okay, leuk. Sleeping on the bed. Moet het echt? Gadverdamme. Wat een smerig ding. Het matrasje is ook veel te dun trouwens. Daar kan je toch niet comfortabel op liggen, man. Dat kan niet. Dat lukt niet. Nee, doen we niet. We gaan niet slapen. The flashing air on the radar shows where to meet Roman. Aha. The autoslot safe already contains it's your call. Oké. Okay. Prima. Alles goed. Save content. Please don't turn off your system.
Go see Roman. Ah, weet je wat? Gaan we dat de volgende keer doen? Vergeet niet om een goed duimpje achter te laten op deze video. Vergeet ook niet om te abonneren op Dus David Games als je dat nog niet gedaan hebt. En dan gaan wij de volgende keer verder met het verhaal van GTA nummer 4. Mazzel!